eerste keer dat we in Oeganda kwamen was, waar we, was in 1989. En wij wisten eigenlijk niet als team waar we aan begonnen. En toen is het eigenlijk begonnen dat we elk jaar hier 1 à 2 keer per jaar kwamen. Soms met dubbele teams, zodat één team in Kampala bleef en de andere teams naar andere ziekenhuizen in het land gingen. En uiteindelijk is het me gelukt om in 2004 het brandwondencentrum op te zetten. Geopend door de vrouw van de president, Janet Museveni. En ja, dat was, ja, iedereen was heel erg blij om dat eindelijk te was. Alleen omdat wij een redelijke administratie bijhielden, wisten we waar die patiënten vandaan kwamen. En het bleek nou dat de meeste patiënten uit de slums kwamen. Dat hadden we niet verwacht. En toen zijn we gekeken, goed, maar wat gebeurt er nou allemaal daar in de slums? En dat blijkt dus allemaal open vuurtjes te zijn, kookplaatsen die niet afgeschermd waren, pannen die op scheve schuine sigiri staan. Toen hebben we samen met de Nederlandse Brandwondenstichting in Beverwijk hebben we het brandwondenpreventieprogramma opgezet. Om de community in te gaan, om uit te leggen aan de mensen waarom dit een gevaarlijke situatie is. Wat wij gedaan hebben is eigenlijk een oranje t-shirtje gegeven waarop staat dat ze volontier zijn. En begrijpen dat de mensen die ze aanspreken, wat ze zijn en wat ze doen. Dat doen ze heel leuk. Dus het enthousiasme van die kinderen, ja, dat is voor de brandwondenpreventie wel een heel groot succes. Burundi, vorig jaar zijn we er geweest. Heel veel NGO's hebben zich teruggetrokken. Er is bijna geen geld. En Jean-Claude Bizimana, die eigenlijk al die van begin af aan enthousiast heeft meegedaan, die heb ik gevraagd of hij naar Kampala kon komen om daar in ieder geval te leren harttransplantatie te doen en brandwonden de primaire behandeling op te zetten. Dus die patiënt. I am Dr. Jean-Claude Bizimana from Burundi. I would like to learn surgery here in Kampala. This is a special unity, burn unity, which doesn't exist in my country. There isn't plastician surgeons. Maybe I will be the number one in my country, maybe, if I finish. Yes. And recently we went at Rumonge and the Karus Hospital. Everywhere we went, we found a crowd of people in need of help, in need of that kind of surgery. Imagine, I will never forget a little girl who stayed in the hospital with a chronic wound. But when the team of Interplast came, they did a skin graft. And in 2 weeks, the wound was safe. It was like a miracle. Yeah. After this interview, I joined immediately my boss there in the theater to continue operating here in burn unity of Kirud Hospital, Kampala, Uganda. To do some operations,
like cleft lips, skin graft and so on. But I need to be trained for full time, for specialty, in order to help my people, to help Burundian people in need. Maar laten we nu al beginnen met iemand die daar verstand van heeft. In ieder geval in een van de ziekenhuizen daar. Het is heel intensief, het is duur, de behandeling van al het verbandmateriaal wat je nodig hebt, medicatie. Maar het gaat hier kleine stapjes. Dat duurt altijd nog even hier.